Goedemorgen. Hallo. Welkom. Met Giel. Michiel, ja? We zetten ook even voor de zekerheid de telefoon erbij, dus we bellen je nu op je mobiel. Ja, daar ga ik die verweer zo op te pakken. Hou hem hier, hou hem hard. Michiel, ik wil je even met de vork. Ja, prima, moet je nog mijn mobiel bellen? Krijg je een vliegtuigcursus hier doorheen. Deze knop is je versnellingsbak als het ware. Omhoog is drive, midden is neutral en onder is reverse. Het enige wat je moet onthouden is dat als je straks moet keren, dat je dit dingetje helemaal naar beneden moet en dan rij je achteruit. Okay. En dan boven rij je weer voor. Ik laat hem nu eens de drive staan. Ja. Via links bij het rempedaal. Zo laag mogelijk als het mogelijk als kan intrappen. Ja. Ja, dat kan maar heel hierboven. Je moet je heel hard indrukken om te kunnen remmen. Okay. En dan het enige wat ik je nog uitrem, is dat rechts is je gaspedaal. Dat is dit. Oké. Okay. Ja. Hij staat nu al op goed drive, dus als je deze heel even aantikt, dan. Wat hier? Dat doet hij niks. Nog 1 minuut, Jim. Oké. Wat hier? Oh, sorry. Heb ik even aangezeten? Die gaat initialiseren, we hebben de vonk uitgezet, maar ik zit even alvast op je schoot. Komt ie? Ik denk dat het handig is dat je over je nek doet, zodat de antenne nog een beetje... Heel charmant. Zo, okay. Je kan hem weer hoog. En dan moet je de microfoon met links vasthouden, wil je de auto überhaupt kunnen sturen. Oké, okay. Wij vergelijken ons vaak met de Formule 1, waar je
Formule 1 ook niet de boodschap zou doen met de Formule 1 wagen, vinden we deze zonnewagen ook niet. Maar wij hopen dat de technieken die hierin gebruikt worden, de mensen laten zien wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig met zonne-energie in het geval. Want dit ding rijdt dus echt volledig op zonne-energie? Ja. Is dat, ja, dat is een heel stom vraag misschien, ik weet het ook wel, zonne-energie als het niet schijnt, maar is het lastiger in een zomer als deze om dit ding een beetje aan de praat te krijgen? Nee. En daar kijk je naar behoren, zoals wij willen. Het is natuurlijk wel een aantal pakken de auto voor de dagen gebruikt, maar van deze regio zit deze hier. Oké, ik zit echt super laag bij de grond, dat sowieso. Helemaal ingezwakt in mijn gordels. Bij mijn linkervoet zit de rem. En hij staat al in drive. Hiermee moet ik gas geven en hiermee kan een hemeltje achter het vuur. Maar ik denk maar dat ook echt die klep gaat helemaal dicht. Moet de helm ook nog op? Wat gaan we doen? Even een kleine testrit in deze bolide. We gaan de helm vandaag niet opzetten. Natuurlijk stel ik niet verder. Want anders kan je koptelefoon niet meer op. Dus ja, we doen de kap wel dicht. Dan moet je even kijken of je dat kan doen. Oké. Niet lukken. Nou, mij benieuwd. Gooi de klep maar dicht. Ik zit hier echt helemaal... Jij maar. Nooit meer. Nee. Goed. 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 Goed.